We staan al vrij ver in Vlaanderen wat betreft recyclage. Ongeveer 2/3 van ons huishoudelijk afval en ongeveer 3/4 van ons bedrijfsafval krijgt vandaag al een tweede leven. Maar betekent helaas nog altijd dat er jaarlijks 2, 3 miljoen ton afval in Vlaanderen naar de verbrandingsinstallatie gaat of naar de stortplaats gaat. En dat is jammer, want dat zijn verloren grondstoffen. We hebben als OVAM met het bedrijf RAF Plastics enkele samenwerkingen. Zij voeren met ons een project uit in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Daarnaast werken zij ook met ons samen in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg. Wij recycleren hier voornamelijk harde plastics, afval uit het containerpark of uit de blauwe zak. Alles wat hier binnenkomt, dat wordt vermalen, gewassen en wij maken daar terug korrels van. Deze korrels zijn klantspecifiek en onze klanten kunnen daar dus direct een eindproduct mee maken, zoals een wasmand, een emmer, een verfemmer of een bloempot. Wij zijn een van de partners in het Vinyl Plus Met project, samen met Renewi, Vinyl Plus en verschillende ziekenhuizen in België. Wij zorgen voor de recycling, maar ook het uitsorteren van de mondmaskers. En met het maalgoed dat hier vertrekt, worden opnieuw wandbekledingen gemaakt voor in ziekenhuizen. Dus een heel mooi circulair project. Er is ook zeker een economisch voordeel. Wij hebben hier in Vlaanderen en in Europa geen natuurlijke grondstoffen. Dus wij moeten afval gebruiken als grondstof. Dat zijn onze materialen, dat is onze urban mine. Dus investeren in innovatie in de recyclagesector is ook gewoon slim. Ja, dankzij de steun die wij gekregen hebben van OVAM hebben we kunnen investeren in 2 lijnen om big bags te gaan verwerken. Door onze recycling kunnen die materialen hier blijven. Dus wij recycleren hier vandaag materialen die 10 jaar geleden niet gerecycleerd konden worden en die naar de verbrandingsoven gingen of naar de stortplaats.